Dus het is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon normaal keukenzout. Maar wat je ook kan gebruiken is vaseline erop smeren. Je paard moet licht hebben of jij erop of ernaast. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Wij zitten in de kantine. Warm is het niet echt, want het is namelijk stervens koud buiten. Ja, het is hier onder nul. En alles bevriest, alles is koud, alles is bevroren. Ik heb het nog steeds koud, ook al heb ik 100.000 laagjes. En we gaan vandaag een video maken over life hacks of dingen die heel handig zijn in de winter. En ik heb een paar dingen opgezocht, maar hoe ik me eigenlijk kleed in de winter is voornamelijk nu met laagjes. Ik heb ik heb niet meer een hele dunne legging aan, ik heb iets dikkere legging aan. Ik heb hier eventueel ook nog een soort van legging eronderaan, maar dat heb ik nu niet. Ik heb mijn t-shirt aan, daarover weer een hoodie en daarover weer mijn jas. En ik heb vaak handschoenen aan en daarnaast heb ik nog mijn mutsje op voor mijn oortjes. Want uit je hoofd verlies je de meeste warmte, dus dan moet je echt zorgen dat je het goed warm houdt. En ik heb gewoon nog steeds de horse cloth legging aan. De dunne, niet heel dik, maar als het echt heel koud wordt, dan kan ik er ook een legging onderaan doen. Maar ik vind deze broeken wel fijn zitten. Dan heb ik mijn winterlaarzen aan met daarin, hoe noem je dat ook weer? Die warmte. Wintervoeren. Nee, dat bedoelde ik niet. Oh ja, warmte. Zooltjes. Ja, dat zitten zooltjes in tegen de kou. Die heb ik van Sinterklaas gekregen. En dan gewoon sokken aan. Ik heb nog geen twee lagen aan. Ik heb vandaag voor het eerst die zooltjes weer in en ik heb nog geen koude voeten gehad. Oh, ik heb ook twee paar sokken aan. En dan heb ik een t-shirt aan, een trui en mijn jas. En dan ook gewoon nog van die werkhandschoenen. Gewoon, die zijn best wel warm van binnen. En dat was het ook wel. Ik heb nog geen muts. Ik heb ook geen idee waar muts is. Ik heb hier wel ergens mijn sjaal. Mocht ik het nog echt koud hebben, kan ik deze nog aan doen. Maar dat ben ik nu nog niet aan toe. Nee. En we proberen eigenlijk zo min mogelijk in een warme ruimte te zitten. De auto zo min mogelijk warm te doen als ik hierheen ga. Zodat ik niet denk van, oh wat is het koud als ik uit de auto stap. Ik wil weer heel lekker terug in de auto. Nu is het ook wel, wel wat warmer hier in de kantine. En dat is best wel een nadeel, want als je naar buiten komt is het echt heel erg koud. Ja, en dat komt natuurlijk omdat de stagiaires hier slapen. En dat is voor hun natuurlijk wel gewoon fijn om 's avonds gewoon lekker warm hier te hebben. En niet ook nog eens hier te bevriezen, omdat ze buiten ook wel doen. Dus daarom hebben we ook. De verwarming staat daar, die we dus hier lekker aan staan nu. Ja. Ja, dat is dus wat wij eigenlijk aandoen en doen om ons warm te houden. En nu gaan we wat dingen vertellen over wat wij toepassen en kennen bij de paarden. Maar ook wat wij hebben opgezocht op internet. Wat eventueel voor jullie ook wel heel erg handig is. Ja, we beginnen met de waterbakken. Je merkt wel, zoals nu in de winter het heeft gevroren, dat de waterbakken heel snel bevroren raken. Daar hebben wij ook heel veel last van. De waterleidingen die ook allemaal bevroren zijn, heeft daar wel speciale thermometers voor. En die verwarmen het in het water, maar alleen verwarmen de leiding niet alleen het water. Dus dat is een beetje moeilijk, vandaar hebben wij deze oplossing. Ja, en dat is namelijk een flesje water, maar ook een grote fles, met zout erin. En dat houdt eigenlijk dat het water niet bevriest, omdat het zout blijft bewegen in het flesje water. Dus het is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon normaal keukenzout. En die leggen we dan gewoon in de waterbakken neer en daardoor bevriest het niet. Maar je kunt het ook doen met een balletje. Omdat het balletje in beweging blijft, kun jij dat balletje erin gooien en daardoor bevriest het minder snel. En ja, dat is ook een hele handige manier. Alleen we hadden hier helaas geen balletje. Nee. En we doen het nu met zout en we hebben het in een paar bakken gedaan. Tot nu toe werkt het eigenlijk heel goed. Ik weet alleen niet hoe het in een langere periode zou werken, maar dat zien we dan wel. Ja. Dan hebben we het volgende, wat ook wel heel erg handig is en wat wij ook echt wel vaak hebben meegemaakt.
Dat is als het bijvoorbeeld gaat sneeuwen, dan lopen de paarden buiten, bij ons ook gewoon in de sneeuw. Maar de paarden met hoefijzers kan het met sneeuw omgaan bevriezen. Dus dan zit het in de hoefijzer en dan krijgt ze klompen. En dat kun je, wij tapen er meestal in. Dus we doen er tape omheen, zodat er dus geen klompen in kunnen komen. Maar wat je ook kan gebruiken is vaseline erop smeren. Of sneeuwbeslag. Sneeuwbeslag heb ik nog nooit van gehoord. Ja, dat is gewoon beslag waar allemaal punten in zitten. En dat is voordat je een paard niet uit kan glijden. Oh, op die manier. En vaseline is voor omdat het dan, het vettig plakt maar, dan niet. Ja. En dat het best wel snel is. Alleen vaseline is het nadat het heel snodig is. Ja. Dus wij gebruiken eigenlijk altijd gewoon de tape. Wat bij ons ook gewoon heel goed werkt. Ja, de liptape. Ja, dat is ook gewoon... Gewoon makkelijk. Nou, je kent het wel. Je gaat op de buitenrit en omdat het wat drekkerig weer is, vies weer, miesig weer, gaat je paard flink in de plassen stampen en in de modder op de buitenrit. En je kunt altijd wat olie en wat vettigheid op de benen smeren van je paard. Daardoor blijven die vieze modderstukken niet aan zitten. Want het is niks vervelend dat je je modder niet van je paard kan krijgen. En met dit dus wel. Ik heb het zelf nooit toegepast, maar ik heb het wel een paar keer gehoord dat het kan. En het is gewoon heel makkelijk dat het kan, aangezien je paard gewoon veel minder vieze modderplekken et cetera op zijn hele lijf heeft. Dus dat is ook zeker een aanrader. En wat ook heel erg belangrijk is, is als jij jouw paard beweging geeft, duurt het natuurlijk in de winter wat langer om het paard warm te krijgen, om het paard zichzelf op te warmen. Dus begin niet als je een training begint, als het logeren, als het rijden, maakt niet uit. Als je een training begint, doe gewoon genoeg instappen. Ga niet meteen na 2 minuten draven, want ze zijn dan niet opgewarmd. En dat is natuurlijk heel slecht voor de spieren, want dat duurt gewoon echt veel langer om op te warmen. Dus neem een lekkere warming up en ga dan lekker aan het werk. Dat doen wij ook altijd. Ook als wij les hebben, krijgen we gewoon een langere warming up. En in de stap kan je natuurlijk super veel doen. Iedereen denkt altijd, stap kun je niet zoveel, maar daar kun je echt heel veel van leren. Dus misschien als je denkt van ik weet niet zoveel wat ik in de stap moet doen, zoek het op internet. Of vraag iemand om iets te doen. En wat ook is, jij zou ook niet een marathon doen als je het heel koud hebt. En je hebt het gewoon heel koud en iemand wil, dus je nu al gaat draven, maar... Je hebt het gewoon zo koud dat je benen helemaal bevroren en soms je tenen die eraf vissen. Ja. Dat is voor de paard precies hetzelfde, want het is gewoon echt koud op dat moment. Gewoon nu. Ja, en wat ook belangrijk is, als je dus een paard hebt die geschoren is, doe hem een deken op als je aan het instappen bent. Want die paarden vatten natuurlijk veel meer kou als dat ze een wintervacht hebben. Dus doe ze een inrijdeken of gewoon een vliesdeken inderdaad, die je gewoon... Onder je zadel even vast zet of onder je zadel, hoe noem je dat? Zadelbladen, hoe noem je dat ook weer? Dit zadelbladen? Oké. Ik heb wat anders in mijn hoofd, maar het is wel de slappe wijze gewoon onder vast kunnen maken. Wat ook heel erg belangrijk is en wat ook strafbaar is, is als je geen licht hebt tussen zonsondergang en zonsopgang. Dan is het natuurlijk donker en het is natuurlijk gewoon gevaarlijk om zonder licht buiten te gaan rijden. Dus als je aan het wandelen bent of aan het rijden of aan het fietsen, maakt niet uit. Je paard moet licht hebben of jij erop of ernaast. Zodat de automobilisten jullie gewoon kunnen zien en er geen ongeluk kunnen gebeuren. Met Epo zeggen best wel herkenbaar, want ik heb natuurlijk een rijbewijs. En als mensen zonder lichte lampjes voorschieten, kun je gewoon nog niks, kun je haast niet meer remmen. Nee, en het is voor jou natuurlijk ook een hele harde schrik, terwijl je het heel makkelijk kunt voorkomen. Of dus het mag voor wit licht zijn of geel licht, dus je kunt ook zo'n hesje aandoen. Maar achter moet er wel rood licht aanwezig zijn, zodat ze weten dat de achterkant er niet voor kan. Dus dat is echt super belangrijk als je naar buiten gaat. Dan heb ik nog eentje. Nu het koud is, zijn de bitten ook heel koud. Leg maar eens een keer het bit op je hand neer en knijp hem eens een keer dicht. Dan ga je zien dat het echt super koud is en dan moet je niet willen om zo ploep in de mond te doen. Sommige paarden nemen in de wintermaanden eigenlijk heel moeilijke bitten aan. En dat is makkelijk te verhelpen eigenlijk, want ik heb altijd dat appelmoes of bitje gedaan en dan nemen ze het ook al makkelijk aan. Maar voornamelijk wat ik altijd doe is, ik pak de bit of ik hou het onder de lauwe kraan, zodat de bit niet meer heel koud is. Of ik warm het allemaal met mijn eigen hand. Nou, en dan als laatste hebben we verveling in de stal. Het kan zijn dat jouw paard door de kou langer op stal staat. Of omdat hij 24/7 altijd buiten stond en nu door de kou naar binnen moet 's nachts.
kan het zijn dat je paard zich super erg gaat vervelen. Omdat we natuurlijk zeker wel vaak 10 uur op stal staan. Ja. En ja, ik kan jou ook niet 10 uur alleen in je kamer laten zitten met alleen een bed en een broodje. Dus regel iets wat je in de stal kan leggen. Speelballen met brokjes erin. Misschien iets maken dat de paarden ergens mee moeten spelen. Ja, hou ze gewoon bezig, vooral deze wintermaanden. Het is nu ook 4 uur. Nu gaan we hierna ook zo de paarden binnenhalen, want ze hebben het gehad. Het is koud, het is nat. Ze hebben geen zin meer en ze willen lekker naar binnen. Ja, en ze staan natuurlijk langer binnen. Dus ja, zorg gewoon ook voor je paard dat die ook gewoon wat te doen heeft. En als je paard dus verveling krijgt en echt meerdere malen verveling krijgt, gaan ze weven, lucht zuigen. Gripbuiten, rondjes draaien. Slaan, en dat krijgen we er allemaal heel moeilijk uit. Dus probeer dat gewoon te voorkomen. Nou, mochten jullie nog wat tips hebben voor de andere mensen die hier zijn die wij nog niet hebben genomen, deel ze graag met ons, want wij willen gewoon de tips van de winter doorkomen. Ja, en laat even weten als jullie misschien al een van deze tips hebben gebruikt. Of als jullie die nog gaan gebruiken door onze video. Of als jullie deze tips anders hebben gebruikt. Dan willen we dat ook graag weten. Ja. En laat ook even weten of je deze video helemaal hebt afgekeken. En doe dan een hamer in de comments. Even een keer een andere emotie natuurlijk. In ieder geval heel bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. En natuurlijk te abonneren. Dan zien we jullie de volgende keer. Dat is dus morgen. Doei!